Welkom weer bij Nieuw Weefvlog. Het is weer maandag. Het is 3:50 in de middag. En ik heb een kast gekregen in mijn kamer. Ik had nooit... ik heb hier mijn tv-kast. En dan hier mijn kledingkast waar kleding in gaat. Een tv-kastje heeft dan andere spulletjes. Zoals zulke dingetjes voor video's en andere dingen. Maar dat moet allemaal ook nog daarin gezet worden. Dan hebben we hier... Alle dozen staan met alle spullen. Maar de helft van die dozen gaat op zolder met de spullen. Omdat de helft kinderspullen zijn. Dus de kast is dit. En ik heb al een paar dingen in gezet. Zoals boeken. Honda. En Mercedes. En nog een Mercedes. En hier een Justin Bieber en een Charlie Puth ding. En hier wat ik ooit heb gemaakt vroeger. En dan hier nog een LP. En dan hier helemaal beneden heb ik de cameratas gedaan. En dan... Hier het krukje even daar neergezet met mijn tasje. En deze komt zo hier te hangen misschien. En dan is dit ook wel wat leger. Maar ik word nu al gek als ik dit zie. Er zijn letterlijk 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dozen. In ieder geval, dat heb ik gedaan. Ik ga even eten. Want ik heb hier stokbrood met salami en kaas. Verder moet ik de kast nog inrichten. Maar ik ga eens een keer video's maken over dat ik die dozen leeg hou. En dat ik de kledingkast ga opruimen en inruimen. En zo. Dus ja, dat. Verder weet ik nog niet echt wat ik hierin moet doen. Dan moet ik allemaal kijken. Maar ik ga nu eerst even eten. En dan ga ik Marije halen. En dan kan ze mijn prachtige kast zien. En ben ik benieuwd wat ze ervan vindt. Er is echt zoveel meer ruimte als die dozen niet meer staan. Dat is gewoon niet normaal. Want die dozen stonden echt tot en met de zo, denk ik. Dus dan heb ik echt veel meer ruimte nu. Maar ja. Moet allemaal nog opgeruimd worden. Mijn kamer is nog echt een troep. Die kussens moeten allemaal bijvoorbeeld weg. Want het ziet er niet uit. Dus ja. Tot nu toe is het nog echt een erge troep. Dus daar moet ik nog heel veel aan veranderen. Maar dat zien we dan wel weer. Oh, daar heb ik echt geen zin in. Maar in ieder geval, ja. Welkom bij een nieuwe weekvlog. En ja, ik laat zo meteen Marije mijn kast zien. En dan ben ik benieuwd wat ze ervan vindt. Marije is binnengekomen. Wat vind je van mijn kast? Mooi heb ik het neergezet, hè? Ik dacht, ik doe donkere boeken zo daar. Wat ga je hier nog meer zetten? Dat weet ik nog niet. Het moet niet te vol natuurlijk. Maar ik dacht, ik doe allemaal donkere boeken. Dat staat wel een beetje. Ja. En ja, verder weet ik niet. Kijk even wat voor een troep het is daar nu. Echt irritant. Ja, maar alsnog, zelfs met die kast erbij... Zeg maar, heb je nog geen ruimte voor je spul? Nee, maar de helft van deze spullen wel. En de helft van de spullen gaan in dozen en die blijven op de zolder staan bijvoorbeeld. Hè? Ja, er zit zoveel troep in. Je hebt ook echt alles gehouden. Ja, dus daar moet ik allemaal nog echt dubbel uitzoeken. Je hebt echt alles gehouden, meisje. Ja. Dit heb ik weer, dit en dat heb ik ingegooid. Ga je dit ook allemaal houden? Ja, dat weet ik nog niet, Marije. Laat me even nadenken. Stop het er terug in. Dicht. Grappig. Ja, ze weet dat jij dat grappig bent. Wat ga jij zo aantrekken eigenlijk? Ja, dat weet ik dus niet. Ik heb echt niet veel zin om zo. Het is koud. Het is 7:15 dan. Nee, dan is het best koud. Ja, nee, ik loop sowieso gewoon een vest aan. Maar ik bedoel gewoon van... Ik ook niet. Ik denk gewoon deze. Dit t-shirtje. En dan die Tommy broek. Of mijn flare broek. Die ene spijker flare broek. Right. Mijn cowboy broek. Ik weet het nog steeds niet. Ik heb echt geen idee. Het is echt een verrassing voor mezelf. Wat? Verrassing voor mezelf. Oh, wat je gaat aangetrekken. Toch wel, waar heb je het over? Dus waarschijnlijk ga ik op een lesminute ga ik stressen. Wat vind je ook van deze? Ik heb deze maar hier neergezet. Oh ja, die heb ik ook in mijn kast staan. Ik heb een andere. Ja, alleen jammer dat hij het nooit gaat doen, want er zit heel veel roes en zo in erin. Echt? Ja. Zullen we morgen een video opnemen dat ik mijn kast ga inruimen? Met kleding? Zo. Ja, I know, maar ik dacht misschien wil je helpen. Sure. Oké, dankjewel. Dat is echt veel ruimte hebben we nu meer. Gewoon hier zo, omdat die dozen weg zijn natuurlijk. Ja, vind je? Oké. Okay. Jouw slaapkamer is echt een kastenhok. Oké. Kast. Ja, dat een kast. Toen, ja. Marije en ik gaan zo meteen om 6:45. Het is nu bijna 5:00. 6:45 gaan we naar buiten, want dan is er weer optocht. Want de laatste dagen is het alleen maar feest in dit dorp. Dus ja, dan gaan we daar ook weer heen. Vorige weekvlog heb ik volgens mij, denk ik, dat ik de feestding heb gefilmd. Dus dan heb ik dat in de video gedaan, hoop ik. Echt? Ja, want er zijn heel veel dingen waar papa bijvoorbeeld niet in zat. Dus die kan ik gewoon gebruiken. Right. Voor nu gaan we niks doen. Voor nu ga ik achter mijn laptop zitten, zoals elke fucking dag. Ja, wat doe jij eigenlijk in vrije tijd? Heb je YouTube? Wat doe jij in je vrije tijd? Ja, weet ik. Niks. Het weer is ook weer prachtig vandaag. Beetje wolken en zo. En het water daar, het loopt niet meer, dus het is gewoon echt gewoon groen. What the fuck?
Die is echt goor. Net liep die nog, maar... Gisteren was hij nog schoon. Ja, nee, dat was niet zo. Schoon. Hij is al 3 dagen zo vies. Waarom zeg ik schoon altijd? Schoon. Schoon. Ik zeg hier... Laten we met onze outfits wel zien wat we aan hebben getrokken. Jullie, dat is goed. We hebben onze outfits aan. We kunnen hem even zo een beetje zien, zo. Denk ik. Tada. En een... En een broek. Een normale fucking broek. Ik weet niet hoeveel graden het is, maar voor mij is het maar 23 graden, dus ik doe het haar aan. In ieder geval, ja, wij gaan er nu heen. We hebben een beetje haar van, we moeten eigenlijk 4:15 klaar zijn. Het is nu 9 voor, dus... 10 voor. Oké. Daar staat 9 voor. Bij mij staat 10 voor. Oké, nou in ieder geval, wij gaan. Het is weer dinsdag, een nieuwe dag. Ik ben bezig geweest met Marije mijn kledingkast in te ruimen. En we hebben daar een video van gemaakt. Ik heb al die 2 tassen dus weg, ze zijn uit mijn kamer. Kijk even hoe rustig het hier is qua... Er staan nu geen dozen meer, want ze staan nu allemaal hier. Maar je ziet, het is meer rust geeft het. Daar zit ook allemaal kleding in. En dan hier zit ook allemaal kleding in verstopt, oké? Dus weet dat... De helft van mijn kleding nog niet weg is. Maar dit is mijn kast. Dit zijn een beetje de dingen die ik ophang van wat een beetje leuk zijn aan te doen ooit. Dat het makkelijke pakken is en zo. En hier dan heb ik hier dingen leggen wat niet kan hangen of niet wil. Dat ik het niet wil hangen, maar wel ook aantrekken. En dan zijn dit rokjes, korte broeken, joggingsbroeken, spijkerbroeken, korte spijkerbroeken en vesten. Dit zijn blousjes, truien. Hemdjes, t-shirt, lange t-shirts. Dus dat heb ik allemaal daarin. Deze daar zit dan mijn onderbroeken en BH's in en zo. Dit is al mijn sportkleding en mijn bikinis. Dan moet ik ooit deze kast dus, wat ik altijd al heb gezegd, opruimen. Zodat hier ook kleding in kan. Verder is het helemaal leeg, behalve dan hier, die doosje dan. Daar zit nog een doos, maar ik heb nu meer loopruimte en zo. Dus het is echt veel fijner. Het is alweer bijna 7 uur. We gaan zo meteen al eten. Nou, mijn moeder gaat eten maken en ik ga denk ik even helpen. En verder, ja, hebben we vandaag niet even gedaan. Ja, video opgenomen. Ik ben net even naar de winkel geweest, maar verder niks. Dus ik ga nu mijn moeder helpen met koken en zo. Goedemorgen. Het is weer een nieuwe dag. Het is 11:30. En we gaan zo meteen weer naar winkels. En volgens mij hoorde ik mijn ouders net ook zeggen dat we naar het strand gingen. In ieder geval, ik ga niet zwemmen. No way. Dus, dan moet ik korte broek meenemen. Heel slim idee. Maar je weet maar nooit. En dan kan altijd lekker bruin worden. Ik heb eindelijk, dus had ik gisteren ook al laten zien, kast. Dus zo fijn. Dat ik nu gewoon mijn spullen hier kan pakken. Heerlijk. Een korte broek heb ik mee. Dan ga ik een hemdje aan doen die ik al heel vaak aan heb. En een broek met gaten erin. Ik dacht, dat is wel... Als het te warm wordt, heb je tenminste nog gaten in je broek. Zet jullie even daar neer. Dan ga ik even... Want ik heb in deze kast, in mijn tv-kast, heb ik al een mandje met shit erin zitten. Een heel klein make-up mandje. Wat het meeste van mijn donder bijna. Ik heb Marije ook gebeld, dus zij komt er zo ook aan. Want zij reageert nooit op haar appjes. In ieder geval, ze kijkt nooit op haar telefoon. Dus als ik haar bel, dan zit ze zit op de telefoon. Dus als ik haar bel, komt het op de scherm. Dan gaat ze wegdrukken. En dan leest ze tenminste de WhatsAppjes. Ik heb vanochtend al gesport, gedoucht, gegeten. Marij volgens mij ook. 7:30 mijn bed uit, zoals altijd. Nou, niet altijd, dat is een leugen. De laatste dagen ben ik echt totaal niet mijn bed uitgekomen. En dan ben ik alsnog wel gewoon vroeger naar mijn bed gegaan, maar niet 7:30. Ook al vind ik 7:30 best laat. Voor andere mensen moeten ze nog eerder hun bed uit. Nou, dat is klaar. Nu even omkleden in mijn outfit. En dan zet ik jullie in de kast. Zo. Hoppatee, en dan trek ik even mijn outfit aan. Ik heb dit hemdje hier aan. En dan, gelukkig kan je mijn BH net niet zien als ik hem overheen doe. Anders zie je dat ik een wit BH'tje heb. En dat is een beetje lelijk. Maar ja, even kijken. Als ik hem even daar voor jullie neerzet, kan ik het zelf ook zien hoe het eruit ziet. Maar kan dat wel toch? Ja, ik kan nog steeds niet zien, maar kijk zo in de badkamer, in de spiegel wel. Hoor dan, fietsjes. Staat dit te hoog, denk je? Oh nee, dat is wel goed. Mag jij aan het kijken, of weet je dat dan niet? Dat weet ik dus niet, want ik voel even een beetje buiten via mijn raam, maar het is eigenlijk best wel koud. Echt? Nou, wat ga jij aan het kijken? Ja, dat weet ik. Keuzes reuze. Ik kan ook deze aan doen, maar ja, ik weet niet of het als het te heet wordt, dan is het wel een t-shirt. Maar ik kan kijken. En wat voor een broek? Dus dat is een struggle met jou eigenlijk, hè? Outfits kiezen. I mean, omdat ik niks heb. Ik denk dit, maar misschien... Dit is het outfit, wit en zwart. Oh, you fucking... Zo. Nou, ga jij je omkleden? Ja. Yeah. Want we wouden 15:15 gaan. Nou, het is nog 2 minuten. Oh ja, hebben jullie het eigenlijk al laten zien, deze dingen? Mag ik ze pakken? Oh, ja, mag ze pakken. Kijk, er was dus feest vorige week in het dorp, hier. Nou, deze week eigenlijk ook nog, maar we doen van... Ze gooien meestal dingen, snoep... Zakjes chips, hele kleine, van echt hele kleine. En
En allemaal andere dingetjes, confetti en zo. Maar ze gooiden dit ook allemaal. Wat is het eigenlijk? Waarvoor het staat? Je kan eentje openmaken. Dit is decoratie voor je arm. Hiervan. We hebben deze gepakt. We hebben er vier gepakt. Want we zijn met vier mensen. Dus een blauwe. Een beetje een rode roze. En dan een letterlijk roze. Even wachten. Als jij in de deur gaat staan, wordt het niet beter van. Ja. En dan nog een blauwe. Tadaa. Nou, prachtig toch? Mm. Voor mij zijn het armbandjes. Maar ja. Even de outfit laten zien. Camera pakken. Heb je al een korte broek gepakt? Nee, nog niet. Wat vinden we hiervan? Ik vind het goed. Ik vind het echt mooi. Jij bent mooi. Mwah. Ik moet wel zo gaan op mijn schouders naar achteren als ik zo'n ja. Maar het ruikt het shirt. Het ruikt naar 10 jaar een doos. Ja, nee, het ruikt, ik weet niet waar het ruikt. Het is anders dan muff, maar het ruikt ook niet lekker. Nou, mijn outfit, woep. Wij gaan ons verder klaarmaken. Marijn, wat moet jij nog doen? Moet jij nog iets doen? Oké, ze gaan weer door het parfum lopen. Ja, het is een shirt. Oké, in ieder geval, wij gaan ons klaarmaken. We nemen mijn telefoon mee, dus we gaan hopelijk filmen. Mm-hmm. En dan, ja, zijn we ready om te gaan. Het is al... het is 1 minuut over 15:15. 11:45 dus. Dus ja, wij gaan. En het is 19:30. We zijn naar de winkels geweest en zo. We zijn eerst naar een kringloopwinkel. Tweedehandswinkel. Ja. Daarna zijn we nog naar het strand geweest. We hebben verder niet geslapen op het strand. Ja, onze vader is in de zee gegaan, maar dat gaan wij niet doen. Nee, we hebben bij de tweedehandswinkel hebben we boeken gekocht. Want 5 voor 1 euro. Ja, dus we stonden echt een half uur voor te kijken. Ja. I mean, ja. Dus Marije laat haar boeken zien. Voor de eerste zag ik deze staan. Dit is van, ik ga die naam niet uitspreken, het is een Russische schrijver. En dan heb ik de Idiot. Ik heb op mijn kamer heb ik nog Crime and Punishment ook staan. Dus ik dacht, heb ik nog een verder. Hij is wel heel oud, maar hij is wel van de Penguin Classics. Dus. Daar hebben we nog een Agatha Christie, maar dan in het Spaans. Want ik heb deze heb ik in het Nederlands. Dus dan kunnen we het in het Spaans lezen. En dan als je het niet helemaal begrijpt, kan je het naar het Nederlands terugvertalen. Ja, ik denk niet dat het helemaal perfect is. Maar... Nee, maar dat is het nog. Geef me die shit. Ja, sorry man. Dan heb ik nog... Jane Austen, Mansfield Park. Ik denk niet dat ik... Nee, dat boeit ook helemaal niet. Want ik heb Pride and Prejudice heb ik van haar. En kijk maar, even kijken. Het boek zelf is mooier, vind ik persoonlijk. Ja. En dan... Dat dit waren de... Nou, eigenlijk doe die maar. Want dat waren de 5 boeken voor je. Oké, en dan heb ik hier nog een kookboek. We hebben al eentje van deze, dus deze logo, dus hebben we die ook maar gedaan. Dan hebben we nog een kookboek. Want? Maar waarom niet? 5 boeken hebben we dan in totaal, dat is voor 1 euro. Dan, wat ik opeens zag daarna, toen we dat hadden, toen wilden we eigenlijk gaan betalen, toen zag ik opeens dit staan. De, wat staat erop? Oh wacht, kan ik op de achterkant lezen? De Oxford Anthology of Great English Poetry. Yeah. Ja, ja, ja. En er zitten... 2 boeken in met allemaal poëzie, dus zeg maar Emily Bronte staat erin, Shakespeare staat erin, George Orwell staat erin. Zeg maar dat soort mensen staan allemaal in. Kijk, zij noemt het allemaal op en ik heb geen idee wat ze zegt. Deze, zeg maar deze, hier staat een prijskaartje aan van 4 euro. Alleen deze had ook een prijskaart van 4 euro. Ja, maar die wilde Marije niet hebben, want dat was niet echt boeiend. Nee, want dit is zeg maar, dit zijn de Oxford Library of Words and Phrases. Ja, dus en dan zijn woorden, heb je nummer 1 is quotations, 2 is proverbs en 3 is word origins. Maar het is gewoon een soort van dus dictionary. Wil je die 2 niet hebben, dus dan krijg je die voor de helft van de prijs. En toen zeiden we nee, dat hoeft niet. Toen hebben we hem gratis gegeven. Ja, toen heeft ze hem er gewoon bij getiefd. Ja. Dus nu heb ik gewoon gratis, niks betaald. Dit hele fucking ding. Met ja, waarom ook niet? Dus dat. En we hebben ook nog 5 euro gevonden bij de winkel, dus ja, wat wil je nog meer? Dus eigenlijk zijn de boeken gratis. Ja, precies. Nou, wat top ja, van ons. Top. Zaterdag gaan we van mij weer naar het strand. En dan gaan we niet mee. Wel. Nee. Denk aan de weekvlog. Denk aan die fantastische video. Ja, ik voel me nu al disgusting. Ja, shit. Ik ben al eens in geweest. Oh, mijn sokken moeten uit. Dat is een goed idee. Zit helemaal zand in. In ieder geval, zaterdag gaan we, als het goed is, naar het strand. Dat hebben we vandaag gedaan. We gaan zo eten, want het is al bijna 8 uur. Nou, we hebben kaasbroodjes, want we zijn ook nog naar de McDonald's geweest. Dus we gaan een kaasbroodje nemen. En dan, dat was het eigenlijk. Het is vandaag donderdag. En ik dacht dat het vandaag woensdag zou zijn. Dus ik had stress dat ik nog een video moest editen. Want ik dacht, het is vandaag woensdag. Heb ik nog een hele dag om te editen. Ja,
Jokes on Me. Het was donderdag. Nou, leuk. Nou, video is geëdit. Thumbnail is klaar. Alles is fantastisch. Ik ga vandaag toch niet hardlopen. Ik heb geen zin erin. Ik doe volgende week gewoon elke dag. En dan haal ik het maar allemaal in. Ik wil eigenlijk vandaag ook nog wandelen. Maar Marije wil niet, want ze heeft hoofdpijn. En ik ga niet alleen, want dat is awkward. Ja, ik weet niet. Dat vind ik niet zo gezellig of zo. Verder, het is pas 2 uur, dus we hebben nog echt een hele dag. Verder wil ik nog even TikToks maken, YouTube shorts. Volg ons op TikTok. Dat is het eigenlijk. Dus misschien ga ik nog buiten wandelen, maar dat weet ik niet zeker. Oh ja, en de 2 mandjes die ik al daarop heb staan. Daar heb ik hier nu ook even. Hier heb ik ze nu ook. En nu zitten even mijn pyjama's in die ooit nog in die kast moeten. Handen. Het is weer de volgende dag. Het is donderdag. En nee, het is vrijdag, sorry. Het is al 1 uur. Ik ga zo meteen, ik wil eens een keer havermout maken. Ik wil weten of ik dat lust. En ik dacht, ik ga het eens een keer proberen te maken. Dus ik heb een app en daar heb ik dingen op staan. Dan ga ik met jullie het maken. Ik weet niet of ik het lekker ga vinden. Ik heb geen idee. Dat gaan we zien. Dus dat gaan we maken. Ik ga naar beneden. Ga naar de keuken. En dan hopen dat ik überhaupt het kan. Het is het makkelijkste wat je denk ik kan maken. Maar ja. Ik moet vandaag ook nog hardlopen. Dat ga ik ergens in de middag doen. Nadat misschien mijn havermout is gezakt. Als ik het überhaupt opeet natuurlijk. Want wie zegt dat ik het lekker ga vinden. Ik heb een normale oatmeal. Het is gewoon letterlijk de normaalste. En dan hebben we nodig water of melk. Maar ik weet niet wat ik ga doen. Laten we eerst water doen. Want dan, je weet me nooit. En dan kaneel, vanille en dan oatmeal. Nou, we hebben hier van de staat bij dat je kaneelsuiker moet hebben. Ik doe gewoon kaneel erin, poeder. Dan staat er vanille extract. En voor mij is dat zo'n, wat is ook weer, in ieder geval, ik doe gewoon het suiker erin. En dan heb je hier de oatmeal. Waar is de oatmeal? Dat is een goede vraag. Even zoeken. Ik weet niet of 1 zakje vanillesuiker niet een beetje te veel is, want daar zit echt 8 gram suiker in. En 8 gram suiker vind ik best veel. Dus misschien moeten we de helft daarvan doen. Maar dan weet ik niet wat ik met de andere suiker moet doen. Nu moet ik even gaan vinden waar de dingetjes. Ik mag hopen dat we het überhaupt wel hebben. Ik ga even naar beneden. Bij de kelder, want daar ligt meestal. We hebben de tassen staan met de voorraad eten. Dus daar moet het ergens staan. Hè? Ik doe echt alle. Ik moet nog zo even wennen wat de lampen zijn. Hier, ik heb het, maar. Er moet er ook eentje ergens boven dan open staan, lijkt mij. Dan doe ik die maar openmaken. En dan als het. Als er ergens. Weer de verkeerde kant. Als ik ergens andere havermout vind, dan is dat pech. Dan gaan er 2 open. Ja. Ik denk niet dat dat zo snel over de datum gaat, maar ja. Oké, dus 1,5 glasbeker water. Wat voor glas? Ja. Doe wat dit. Dit is nou een soort van glas niet. Water, ik doe gewoon kraanwater. Even een beetje veel, denk ik niet. Ik denk dat dit, nou ik doe ietsje voller. Er staat bij 1 pakket. 1 pakket wat. Dus niet dat ik dit ding er helemaal doorheen ga gooien. Hoeveel oatmeal doe je erin? Weet je, we doen het gewoon op de gok. Ik ga even een ding pakken. Dit zal vast wel in de magnetron kunnen. En anders, pech. Maar ik denk het wel. Dan hebben we hier, ik pak even een grote lepel. Grote lepel. En dan doen we, ja hoe doen mensen dit? Doe 1 lepel er sowieso in. Hoeveel zou ik dit doen? 2 lepels? Ik heb natuurlijk niet heel veel. 2 lepels havermout er nu in. Kijk, ik weet niet. Er moet echt wel meer in, denk ik. 3 dan. Ik heb 3 dingen erin gedaan. Nu doe ik gewoon het water erbij. Misschien meer. Oké, we doen eerst wat water erin. Oh, er moet zeker meer havermout in, want het is meer water dan wat het. Nog een lepel. En dan doen we er even meer bij in, want dit was echt heel weinig, denk ik. Dan staat er dat die 1,5 minuut in de oven moet. Ik doe wel voor een minuutje eerst. Moet ik er daarna pas kaneel en suiker in doen. Oké, we doen dit erin. Nou, nu even wachten. Ik ga wel even roeren en dan doe ik nog even misschien een. Ik weet niet of het hoort, maar het is helemaal hard geworden. Misschien had ik er misschien wel meer water in moeten doen, want dit is niet normaal. Dit is geen pap meer, dit is gewoon hard. Ik doe er even wat water bij in. Misschien moet ik even wat melk in doen. Ga ik het dan een beetje? We doen gewoon. Ik doe nog wel even een halve minuut erin. Ik denk dat ik het verpest heb. Ik denk eigenlijk dat het misschien wel een beetje eruit ziet als op het plaatje. We gaan even bekijken. En dan vind ik het wel goed. Maar op het plaatje is het zo. En ik heb het zo. Dus het ziet er een beetje hetzelfde uit. Nu moeten ze zeggen dat we de vanille erin doen. Maar het is echt veel suiker. Ik denk dat ik de helft er maar doorheen doe hoor. En dan bewaren we dit dingetje maar. Maar dan een beetje kaneel, zeggen ze. Tadaa!
Misschien moet ik wel mijn suiker meenemen. Ik neem de suiker mee naar boven. En dan zijn we klaar. En dan ga ik boven op mijn kamer even proeven. We gaan het proeven. Ik kom meedoen met de theetest. Het ziet er echt niet uit. Ik denk ook niet echt dat ik het goed heb gedaan. Maar zou ik proeven dan maar? Ja. Het ruikt prima. Ja, nee, klopt. Maar de smaak is, het is een beetje melig, waardoor het zeg maar heel erg... Oké, ik hou mijn haar van achter. Oké, here you go. Dit smaakt naar niks. Ik weet wat bedoel ik. Die hele suikerbak kan er al in. Nee, maar je wordt heel misselijk van havermout. Je wordt, zeg maar, omdat het geen smaak heeft, dan hoe meer je eet, hoe misselijk je wordt. Ik voel het nu al. Nu geef mij maar Brinta. Het is zo chemisch. Ja, ik heb het, weet je, ik had het eens niet gemaakt. Disgusting. Toen ik heel veel sporten maakte ik dat wel eens. Alleen, weet je wat ik toen deed? Per hap een slok water en het in één keer doorslikken. Dat is zo ongezond. En nu moet je het allemaal opeten, want het is zo duur. Maar waarom heb ik ook zoveel gemaakt? Ging je nog naar het strand? Nee, niet. Met suiker is het wel beter, maar het maakt het niet veel beter. Het is ook warm. Ja, natuurlijk is het warm. Disgusting. Ik had het gewoon koud. Nou, als het niet warm was, dan was het nog gehoord, denk ik. Dat is echt heel goed herinneren. Hoe kunnen mensen dit maken en denken, oh heerlijk, ik dacht, weet je, we gaan eens een keer gezond doen. Zeggen, havermout goed voor je. En dan denk je van, weet je, ik ga het maken. Hoe de fuck kunnen mensen dit? Zelfs een gevangenis iemand krijgt niet zo goed eten. Van, als je er al naar kijkt, denk je, de overweging daar niet hoeft. Nee, maar als je sport. Ja, dat betekent niet dat het het beter maakt. Nee, klopt, maar dat boeit hun niet, zodra je maar het eten binnenkrijgt. Het suiker maakt het wel beter, dus misschien moet ik nog maar nog hebben. Nee, zo ook... duur die vanille suiker is niet. Nee, niet vanille suiker, gewoon andere spul. Ik kan ook appel erheen gooien, zoveel mensen doen appel erheen. I mean, ik deed dat. Is dat lekkerder? I mean, ik deed, ja, maar ik had het niet zo. Weet je wat doe? Appel? Daarnaast. En dan doe je een stukje appel in je mond en dan neem je dat. Want als je er doorheen doet, is het gelijk weer verpest. Dus ik kom terug met een appelstukje zo meteen, als we überhaupt appels hebben. En anders wordt het banaan. Ik heb een banaan gepakt, want de appels waren echt te goor voor woorden. Dus die kan je gewoon even gebruiken voor een appelcake. Oké, banaan. Havermout met echt 8 gram vanillesuiker. En je moet er niet zo naar gaan kijken. Als je al verwacht wat vies gaat zijn. De structuur maakt niet beter, hè? Nee, maar smaak, man. Nou, ik denk het echt gast. Ja, toch ik. Echt alsof je fucking. Van de goede. Nee, echt chemische shit eet, man. Wat ben je erin gelast? Parfum in of zo? Ja, inzelfde. Fucking chemisch. Oh my god, dat bedoel echt naar parfum. Nou, echt chemisch, man. Ja. Weet je wie dit wel lekker gaat vinden? Weet ik niet, een vuilnisbak. Ja, de prullenbak, precies. Nou, dan ga ik banaan opeten. Is goed, ik ga haren wassen. Ja, doe dat maar, want dat ziet er niet uit. Nou, we zien hoe dit nu uitziet. Dit, oh, het is echt heel donker, gewoon puur omdat het vet is. Mensen, laat maar in de comments achter of er een lekkere versie is van havermout zelf maken. Goedemorgen, het is de volgende dag weer. Het is vandaag zaterdag, het is 10:15. En we gaan 7:30 weg. En opeens zag ik, ze was bezig achter mijn laptop en zag ik, oh mijn god, het is 9:50. En ik wil eigenlijk 9:45 al beginnen met omkleden en al die dingen. Maar in ieder geval, ik ga dezelfde outfit aantrekken. Kijk. Ik trek zoals altijd weer dit hemdje aan. Ik heb dit hemdje nou echt altijd aangehaald, maar dit hemdje is gewoon zo fijn. En dan doe ik weer deze broek aan. En dan neem ik een korte broek mee, want we gaan naar het strand. En weet ik nooit, als het warm, nog warmer wordt. Misschien dat ik in de zee ga, maar dat weet ik nog niet. Dus ik leg hem even hier neer. Dus ik ga me zo omkleden. Ik heb nog maar 12 minuten om dingen te doen. Maar hij moet ook nog omkleden. Ik heb mijn haar al gedaan, wenkbrauwen geborsteld en lipgloss opgedaan. Verder, ik was gisteren dacht, oké, ik moet snel van die camera erin in de oplader doen. Want we gaan hem vandaag meenemen. Maar ik heb hem er niet meer uit gehad. Dus gelukkig ging ik vroeg opstaan en ik ging laat naar bed. Dus hij heeft er 6 uur in gezeten. Ook al is dat echt heel lang. Maar gelukkig wordt hij niet heet. En voor mij stopt de oplader als hij vol is. Dus alles is goed. Hij doet het nog. Dus. Maar
ik dacht er nog aan van niet vergeten, Nienke, dat ding zit er nog in. En ik ben naar bed gegaan. Nou, in ieder geval, ja, ik heb al gegeten, alles gedaan. Nu moet ik even omkleden. We zijn omgekleed. Ik heb weer mijn prachtige outfit. Ik heb een bikini aan. Marije heeft ook die bikini aan. Het is al 5 uur groot. Dus we zijn ietsje draag. Maar ja, ik moet nog pissen. Marije moet pissen. Ik moet nog... Waarom zit je... Ja, ik zweer. Jij wilt zeggen, je moet nog je haar doen. Ja, ik wou het bijna zeggen. Maar ik zie jouw lippen bewogen al in die richting. Ik dacht van, there's no fucking way. Sorry. In ieder geval, ja. We gaan nog even snel ons klaarmaken voor de laatste dingetjes. En dan gaan we. We zitten op het strand. Daar, kijk maar. Ik wil zo meteen wel zwemmen, maar ik weet niet, Marije gaat met mij. Absoluut niet. Het is redelijk fucking koud eigenlijk. Dit is ons plek. We hebben hier ook nog een kleed waar we op zitten. En dan hebben we hier eten en drinken. Ik wil een kaart lopen. Het gaat denk ik zo meteen erin. Het is voor met 23 graden of zo, 25. Met tilling van wind. Ja. Oké, oh, wil ik dit? Ah, het valt mee volgens mij. Oh, nou, ik weet niet of dat meevalt. Vind je het meevallen? Ik weet niet. Ik vind het heel koud. Ik ga er wel in. Ik ga er wel in hoor. Koud. Ik zit op een soort van tussen. Het is echt koud. Maar we moeten er mee. Kouheid is goed voor je. Ja, maar ik moet pissen, dus ik moet zoeken. Nou oké, okay, wij gaan ons omkleden. Laatste voetjes schoonmaken. Oh, nee. Even schoonmaken. Oh, nee. Oké, okay, ja, nu weg. Spelletje aan het spelen, regenwormen en ik heb dit allemaal al. Marije heeft nog maar dat, maar ik heb al 2 keer verloren. I mean, 2 keer? Ja. Helemaal niet. Ik heb 2 keer verloren en jij hebt 1 en nu ga ik misschien winnen. Nou ja. Ja, maar ik, mijn highscore met zeg maar als je de wormen telt, had ik 18 wormen. Ja. Dat is de highscore tot nu toe. Van het hele spel in totaal. Van ooit in ons leven. We hadden net gezwommen. Ja. Koud, ons haar is nat. We hebben het toch maar gedaan. Oh god, het ziet er niet heel best uit. We moeten nog halen het ziet er letterlijk dood uit, feitelijk. I know. Jouw haar moeten we ook laten zien natuurlijk. Mijn haar zit letterlijk gewoon hier achter. I know. Opgestopt. Hoe laat is het eigenlijk? Ik heb absoluut geen idee. Waar gaan we doen? Het is 4:05. We gaan weer even verder die spelletje spelen. Ik hoop dat ik niet verlies. Oké, is dat een beetje scheef moment? Sorry, ik moet even mijn gordel doen. Ik hoop niet op politie meer. Wij zijn thuis. Bijna. Nou, we zijn feitelijk thuis. We hebben alle boodschappentassen en. Sorry, niet de kamer. En ja, boodschappentassen en strandspullen zo hebben we naar binnen gebracht. Nu is Nienke ons naar de staanplek voor ons huis aan het brengen. Want we gingen via de voordeur alles. Hoe heet dat? Alles naar binnen brengen. Ik weet de goede rij. Oh, ik ben echt heeft niks te zeggen. Nee, ik ben echt helemaal... Ik heb die totaal niet geslapen. Nee, ik heb totaal niet geslapen in die auto. Ja, maar weet je wat garen is eigenlijk? Ik slaap... Oh, die camera. Ik slaap... Oh my god, sorry. Nee, fuck. Oh my god. Ik slaap feitelijk altijd in de auto. Wanneer het kan, dan slaap ik. Nienke slaapt bijna nooit. Wat ik het persoonlijk raar vind, maar Nienke doet dat nooit. Maar deze keer was je aan het slapen. Nee, ik totaal niet. Fuck. Ik sliep totaal niet. Nee, maar je had je ogen dicht, Nienke. Dat is al iets heel gaars. Kijk, alles is leeg. Ze kunnen vrij staan. Dit is ons huis, dus. Oh, even de garagedeur al laten zien. Tadaa, garagedeur. Nou, wij gaan naar binnen. En dan gaan we douchen. Douchen, haren wassen. Want we hebben letterlijk met ons haar in de zee gezeten. Dat kan je zien, want ik heb het in een knot. En mijn haar hier is krul. Heel erg krul. Dus daarna moet ik nog editen. Daarom wilde ik slapen, want ik moet nog editen. Maar ja, dat zien we dan wel. Weet, maar we moeten ook nog eten. Pizza en soep, denk ik. Ja. Hoe laat was het nou? Weet ik niet. Tot zo, hoor. Misschien of tot morgen. Het is weer de volgende dag. Het is zondag, de laatste dag weer. Het is bijna 6 uur. Ons ouders zijn op het terrasje, maar mijn moeder had sandalen aan, een soort van. En... met hakken, maar die zijn kapot. Dus ik moet even slippers brengen. Dus ik heb me omgekleed. Ik heb deze trui aan mijn achter laten zien. Dit is mijn outfit. Oh, dat kan je niet zien zo goed. Nou, in ieder geval, dit is het. Ik denk dat ik dit aan. Ik weet niet hoe het te oversized eruit ziet, maar ja, slippers. Keuken. Misschien doet ze beneden keuken. Nou, even naar de badkamer. Ik moet nog tanden poetsen. Dat heb ik helemaal niet gedaan vandaag. Echt vies eigenlijk, als ik over nadenk. Marije is ook omgekleed. En dan gaan we naar buiten. Ik heb hier de slippers. Maar ik moet even een tas pakken.
zodat we de schoenen mee kunnen nemen. Dat was zo achterlijk op sleutel. Ik heb een sleutel. Oké, maar hij heeft een sleutel. Boven. Wij gaan naar buiten. Ik neem mijn telefoon mee, dus we kunnen altijd nog wat filmen. En ja, dan gaan we de schoenen afbrengen en de schoenen, andere schoenen, de kapotte schoenen meenemen. Ik vind jou eigenlijk vraag echt leuk. Ja. Kom, een paardenmeisje. Oké. We zijn weer terug en we hebben de schoen opgehaald, maar wij dachten gewoon dat het alleen het zijkantje of zo kapot was, of weet ik wat. Die hele schoen is gewoon kapot. Dat is niet normaal, maar hij is hem even aan het pakken. Oké, kijk, dit is de normale schoen en wij dachten gewoon, oh, gespje, nee, zeik. Haha. Dus we gooien deze dingen weg. Ja, we gaan naar de prullenbak nu en daar gaan we ze weggooien. En we gaan even dan verder kijken op een babyvogeltje, want volgens mij is die gevallen en hij kan niet vliegen en zijn moeder komt maar niet. En we hebben ze weggegooid in de prullenbak. Nu gaan ze lekker verven. Ik ben hier in de vuilnisbak, het is geen prullenbak. Ja, dat is hetzelfde allemaal, in mijn ogen. Nu gaan we lekker naar huis lopen. Ik wil eigenlijk nog stofzuigen in mijn kamer. Ja. Ja, misschien ga ik het wel doen. Nou, ik heb mijn hele kamer gestofzuigd. In het halletje ernaast. Nu heb ik hier een kleedje en die moet ik even hier uitleggen. We waren ook weer terug van de schoen brengen. En die ene dan hebben we dus in de container gegooid, zoals je zag. Verder vandaag echt totaal niks. En ja, ik heb de hele ochtend zitten editen, omdat ik het gisteren niet deed en dat ik zo kapot was naar het strand. Maar het is gelukkig, de video is online gekomen. En ik heb op tijd geëdit en het ging allemaal goed, dus dat is top. En ik moet ook even die broek aantrekken, want die spijkerbroek gaat uit. Want het zit echt niet fijn als je dingen doet. Het is avond, het is 9:15 en we hebben net gegeten. En ja, Marije zit al in bed. We gaan samen... Licht. Oké, we gaan samen een serie kijken. Nee, gezellig. Ik heb hier lekkere cake en Marije heeft het ook. Laatste stukje van de cake volgens mij. Wij gaan weer Supernatural kijken. Want Bridgerton hebben we afgekeken, maar Marije wil de seizoen 3 zelf kijken. Dus. En dan gaan we samen kijken. Hè? Ik heb de helft al gezien. Nee, maar dat is toch meestal wat nu toch uit is. Er is dan niks uit verder. En fans die het weten, die weten dat. Mag het ook nog ergens zitten? Nee, ik heb die gewoon goed eigenlijk. We zitten in seizoen 9, aflevering 9. Nou, wat fantastisch, Marije. In ieder geval, Marije gaan ik dit kijken. Het is 9:15. Marije wil er maar één kijken, want Marije kan de laatste tijd echt niet slapen. Dus... Ik hoofdpijn, vooral als ik met mijn oor tet nu. Dit is zondag, laatste dag, alweer. Gezellig. We zijn nu al, dit is weekvlog 7. We zijn zo goed bezig, Marije. We zijn echt goede weekvloggers. Nou, goeie wil ik niet zeggen, maar jij. Feitelijk doe ik niks. Ik zie mezelf alleen wanneer jij filmt. Ja. Weet je wat het ook is? Jij hebt de camera bij je. Ja, daarom eigenlijk moeten we 2 camera's hebben. In ieder geval, ja. Bedankt voor het kijken. Hopelijk vond deze week weer prachtig. En vinden jullie Marije ook zo prachtig. In ieder geval, bedankt voor het kijken. En tot de volgende week weer. Doei.